Welkom, mijn naam is Tjerk en vandaag hebben we een van de beste politici van Nederland hier in de studio. Sommige politici in Nederland geven hoop aan de meer dan 1 miljoen neurodivergente stemmers in Nederland en mogen ook in Den Haag in de politieke arena hun woord zeggen. Het gaat hier vandaag, dit interview, om een van de 5 genomineerden van de Neuroinclusieve Politicus Award, waarvan de winnaar op Neurodiversity Pride Day op 16 juni 2023 bekend wordt gemaakt. En vandaag verwelkomen we Marijke! Hoi! We gaan vandaag een beetje verkennen wie Marijke is en wat voor werk zij doet als politicus. En zij heeft ook belangrijk nieuws te brengen. Nou, de reden waarom we D66 goed scoort op de scorekaart neurodiversiteit die je hier ziet, de elementen waren de inclusiviteit binnen de partij, waarbij de D66 ook zelf een hele diverse lijst heeft en dat op een hele positieve manier ondersteunt. Uit het juryrapport lezen we hier, en excuses voor het Engels, everyone should be able to participate in society, therefore people should be able to find work that suits their needs and qualities, and Marijke wants to make this possible not by looking at what people cannot do, but by focusing on what people can do and looking at their where their qualities lie, so that people who are now on the sidelines can also work. Marijke heeft ook een hele mooie post uitgebracht bij haar nominatie. En we willen daar graag een quote uithalen die heel kort vertelt wat belangrijk is voor haar. Wist je dat er in Nederland zo'n 1 miljoen mensen zijn met autisme, ADHD en dyslexie? En eigenlijk is het best raar dat we in Nederland snel spreken van een stoornis of een tekort. En daarmee iemand meteen in een hokje plaatsen of een stempel geven. En dat zijn gemiste kansen. Want bewust of onbewust sta je dan minder voor iemand anders open. En we moeten echt af van het idee dat deze neurodivergente mensen een stoornis hebben. En liever de vraag stellen, wat heb jij voor mij nodig? Het juryrapport zegt ook over de D66 dat er heel veel gedachten zijn over inclusiviteit. Veel wordt gebrainstormd en veel goede ideeën zijn. En dat voor sommige stappen nog meer politieke besluitvorming mag komen. Maar dat er veel denkwerk is in de D66 over hoe we een maatschappij maken voor iedereen. Nou, we gaan even naar Marijke zelf toe. Marijke, kan je ons iets uitleggen over jouw werk als politicus en wat je doet daar in de Tweede Kamer? Ja, dat kan ik zeker. Ook dank je wel dat je mij de gelegenheid geeft om wat meer te vertellen over mijn werk. Maar ook dat jullie eigenlijk met jullie organisatie aandacht vragen voor nou ja, de diverse mensen die er zijn. Wat doe ik als Kamerlid? Als Kamerlid heb ik eigenlijk verschillende rollen. Ik vind het makkelijkste om ze even op die manier aan te geven. Ik vertegenwoordig het volk. En ben ik er dan voor degene die op D66 stemmen? Nee, ik ben voor iedereen in Nederland. En de een zal wat blijer met me zijn dan de ander, maar ik blijf wel mijn best doen om naar iedereen te luisteren. Dus dat is een van de dingen die ik als Kamerlid ongelooflijk belangrijk vind. Ik beantwoord ook eigenlijk alle mailtjes altijd zelf. Het tweede is, wij stellen de kaders. Dus wij vertellen eigenlijk aan de regering, hartstikke leuk waar je allemaal mee bezig bent, maar we willen wel dat je dat binnen deze kaders gaat doen. En dat zijn, daar hebben we bijvoorbeeld commissiedebatten voor, we hebben ook debatten in de grote plenaire zaal. Maar je kunt ook schriftelijke vragen stellen. Dus je hebt op een hele hoop manieren dat je kunt aangeven, zo vind ik het. Ik vind het belangrijk dat je daar wat meer accent op legt. Het derde is dat wij ook nog een controlerende taak hebben. Dus wij controleren het kabinet op de wetten die zij maken, met de voorstellen waar ze mee naar de Kamer komen. En nou ja, al die taken samen maken een politicus zoals ik ben eigenlijk. Dat betekent dat ik gewoon geen één dag is hetzelfde. Dat ik het heel belangrijk vind om met heel veel mensen, heel veel organisaties ook in gesprek te gaan. Zodat ik niet als Marijke bedenk wat het beste is voor Nederland, maar dat ik ook hoor van de mensen waar zij behoefte aan hebben. En ja, ik doe ook bijvoorbeeld heel veel werkbezoeken als dat kan. Dat doe ik dan op de maandag en de vrijdag. En de dinsdag, woensdag, donderdag zijn we echt altijd in Den Haag om aanwezig te zijn bij de stemmingen op dinsdag, maar ook om een debat te kunnen doen. Ik ben al enkele jaren Tweede Kamerlid voor de D66. Welke onderwerpen vindt u belangrijk? Ik heb, vind ik echt mooi hoor, ik heb verschillende onderwerpen al gehad. Want ik ben inderdaad 3 jaar Kamerlid, maar ik ben ook tussentijds ingestroomd. En dat betekent dat, nou ja, dat je een hele mooie portefeuille krijgt
waar je dan in mag gaan vastbijten. Wat ik op dit moment doe, is bijvoorbeeld de participatiewet. Dus dat zijn mensen die ook een bijstandsuitkering krijgen. Ik heb ook de WIA en de WAJOM. Dus dat zijn de verzekeringen waarbij mensen arbeidsongeschikt zijn. En ik heb de arbeidsmarkt in mijn portefeuille. En daarnaast doe ik nog heel veel andere dingen. Maar dat zijn wel de onderwerpen waarvan ik denk, daar kan ik wel echt het verschil maken voor mensen. En wat ik ook eigenlijk aangeef vanaf de eerste dag, ik wil graag een stem zijn voor de mensen die niet zo'n luide stem hebben of die het moeilijker vinden om voor zichzelf op te komen. Dat is een beetje mijn motto. Een stem zijn voor de mensen die moeilijk een stem kunnen vertolken. Wat uitstekend. Zijn er ook specifieke items in de participatie die u naar voren heeft gebracht, waarvan u dacht van hey, als ik dit voorstel of deze motie of dit idee naar voren breng, dan ondersteun ik dit soort mensen? Niet zo heel specifiek, want dan ga ik dingen zeggen die niet kloppen. Meer in de breedste zin eigenlijk. Ik probeer altijd, sowieso in mijn spreekteksten, als ik dus een inbreng heb, probeer ik eigenlijk altijd nou ja, een taal te gebruiken waarvan ik denk, er kunnen veel meer mensen mij ook volgen. Dus niet te moeilijke woorden gebruiken. Dus dat probeer ik eigenlijk op die manier te doen. En wat ik ongelooflijk belangrijk vind, en dat is ook wat je net al voorlas van LinkedIn. Ik vind het, mijn missie op aarde is om niemand in een hokje te willen stoppen. En ik merk bij een participatiewet bijvoorbeeld dat er gezegd wordt, ja, die mensen hebben een uitkering, die zullen wel op de bank gaan zitten omdat ze niet willen werken. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn geraakt, hebben daar echt niet om gevraagd of voor gekozen. Nou, die wil ik graag kijken vanuit vertrouwen of we toch weer wat meer mensen ook, als ze willen, aan het werk kunnen helpen. Dus het is echt niet zo dat iedereen van mij moet werken. Maar ik denk wel dat we nog veel meer mensen hebben die nu thuis op de bank zitten, die wel echt graag zouden willen werken, maar die kansen niet krijgen. En daar zet ik me dan ook voor in. En daar vraag ik dan ook steeds aandacht voor bij de ministers. Bedankt voor uw inzet. Wij hebben ook het afgelopen 24 uur enorm bijzonder nieuws binnengekregen over u. En dat gaat nu alle landelijke kanalen over. Dit interview wordt pas later gepubliceerd, maar wij hebben dit gisteravond gehoord. Wilt u zelf dit bekendmaken? Ja, dat wil ik wel. Ik heb gisteravond te horen gekregen dat de gemeenteraad van Nieuwegein gekozen heeft om mij voor te dragen als hun nieuwe burgemeester. En dat zal ergens begin juni gaan plaatsvinden. Dus ja, heel eervol. Het is een voordracht. Je bent pas burgemeester op het moment dat je de keten hebt omgehangen en bent benoemd. Dus tot die tijd ben ik gewoon Kamerlid en zet ik me ook graag in als Kamerlid. En vanaf juni dan als nieuwe burgemeester van Nieuwegein. Gefeliciteerd. En wij gaan er natuurlijk vanuit dat u deze rol krijgt. Wij zijn dan ook benieuwd. Daar gaat u zo meteen een nieuwe functie bestieren, zoals dat heet. Wat voor goede dingen wilt u gaan doen in Nieuwegein? Of wilt u blijven doen in Nieuwegein? Kijk, wat ik een beetje in mezelf heb, is dat ik heel graag mensen erbij wil betrekken. Ik heb bijvoorbeeld, en ik weet helemaal niet of ik dat ook in Nieuwegein kan gaan doen, maar toen ik wethouder was, liet ik mensen een dagje met me meelopen. Ik ging heel veel op bezoek, maakte heel veel kennismakingsgesprekken, maar ook gewoon ja, ging ik met mensen in gesprek om te vragen van, joh, wat heb je eigenlijk nou nodig? En ik denk dat je juist als burgemeester nog iets makkelijker bij mensen binnen kunt stappen. Dus dat ga ik sowieso doen. En ik weet dat de huidige burgemeester, Frans Bakhuis, ook heel erg zichtbaar is. Dus ik hoop dat ik dat van hem kan over gaan nemen en dat kan gaan voortzetten. Dus dat is een van de dingen die ik sowieso ga doen. En wat ik bijvoorbeeld heel erg belangrijk vind, is dat je bijvoorbeeld ook gaat kijken of wat je als gemeente uitdraagt. Dus dat kunnen je raadsbesluiten zijn, maar dat kunnen ook je persberichten zijn. Dat die ook voor iedereen toegankelijk zijn. En af en toe misschien even geen berichtje plaatsen, maar een filmpje. Omdat dat misschien weer wat laagdrempeliger is. Dus op die manier wil ik gaan kijken of we nog meer mensen kunnen gaan betrekken bij de politiek. Vindt u dat deze belangrijke vraag van wat heb je eigenlijk van mij nodig om mee te kunnen doen, dat die in meerdere steden gebruikt zou kunnen worden om de participatie te verhogen? Ja, ik denk dat het überhaupt een hele goede vraag zou kunnen zijn die iedereen aan elkaar zou kunnen stellen. Want wat heel snel, ik heb een vriend in een rolstoel bijvoorbeeld, en als ik met hem loop, dan merk ik dat er A, naar hem gekeken wordt, maar B, ook dat ze voor hem altijd invullen dat hij hulp nodig heeft. Dat heeft hij allemaal niet. Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan geleerd van,
Ja, wat heb je wel nodig? En dat is het dus, ja, wat ik dus graag vraag. Dus dat betekent ook als ik met nu ook als Kamerlid met mensen in gesprek ga, dan luister ik in eerste instantie heel veel. En dan probeer ik erachter te komen van ja, maar waar kan ik ze nou eigenlijk het beste bij helpen? En dus, dan stel ik ook die vraag vaak. Dus ik denk dat het niet eens is of je burgemeester bent, maar ik denk dat iedereen een beetje die grondhouding zou moeten hebben. Dus niet invullen van oh, dat is iemand met ik noem wat. Suikerziekte, dus die zal wel dit probleem hebben. Nee, helemaal niet. Vraag even wat hij van jou nodig heeft. En dat kan je eigenlijk op iedereen van toepassen. Als we nadenken over een stad waarin deze vraag van wat heb je van mij nodig, een hele normale vraag zou zijn. En iedereen die vraag zou kunnen gebruiken. En dat dat helemaal niet meer als vreemd wordt gezien of als bijzonder, maar als natuurlijk gaan we zo met elkaar om. En we kijken dan naar Nieuwegein over 10 jaar. Wat voor stad zou Nieuwegein dan, of samenleving, zou Nieuwegein dan geworden zijn? Ja, ik zou dat wel heel mooi vinden als het ons gaat lukken. En u noemt Nieuwegein als voorbeeld, maar het kan volgens mij overal. Maar ik zou het heel mooi vinden als we met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Dat nog meer mensen zeggen, hey, ik doe er echt toe. Ik mag er zijn. Ik word gezien. Er wordt niet over mij besloten dat ik dingen niet kan. Of er wordt niet voor mij bedacht wat ik nodig heb. Nee, we gaan dat gezamenlijk doen. En als dat over 1 jaar of 10 in Nieuwegein veel zichtbaarder is geworden en meer mensen zeggen, ja, ik voel me echt thuis in deze stad. Dan vind ik dat wel een hele mooie stap als we hier gaan zetten. Maar nogmaals, ik denk dat de huidige burgemeester ook al heel veel gedaan heeft. Dus ik wil daar heel graag mijn steentje toe gaan bijdragen en gaan ontdekken wat, nou ja, wat Nieuwegein nodig heeft van mij. Geweldig. Dan hebben wij nog een laatste vraag. En dat is, kijk, u gaat nu natuurlijk nu, of tenminste, daar rekenen we op dat u burgemeester van Nieuwegein mag worden. Maar stel dat heel D66 komt bij elkaar samen en zegt, hey, Marijke heeft zoveel goede ideeën gehad en die verliezen we zometeen in de Tweede Kamer. Dus in haar laatste staartje, zeg maar, dat zij nog in de Tweede Kamer is, gaan we al haar beste ideeën toch nog proberen er doorheen te krijgen in Nederland, in de Tweede Kamer. Welke ideeën vindt u dan belangrijk dat door D66 naar voren geschoven mag worden als mogelijke verbetering als we kijken naar nu in de komende 5 tot 10 jaar in Nederland? En nou, dank voor deze vraag. Wat je zelf ook al aangaf, D66 heeft op een hele diverse lijst. Dus wij zijn ons best bewust van nou ja, de diversiteit die er in Nederland is. Dus wat ik belangrijk zou vinden is dat mijn collega's nog veel meer nadenken van ik ben met een mooi voorstel bezig, maar geldt dit nu eigenlijk voor iedereen of geldt dit voor een bepaalde groep misschien niet? Dat zou ik bijvoorbeeld een hele mooie gang vinden. Dus niet per se nieuwe voorstellen die specifiek gericht zijn op een groep, maar wel van, oh, ik ben met een voorstel bezig en heb ik goed nagedacht of dat voor iedereen in Nederland, of in ieder geval voor de groep de meeste mensen, een goed voorstel is. Dat is iets waarvan ik denk dat zou een hele mooie stap zijn als we die met elkaar kunnen gaan zetten. Dus dat stukje bewustwording bij mensen en dat je soms echt wel even stil mag staan. Ik heb gezegd dat zelf ook als Kamerlid, hoe goed ik het eigenlijk heb en hoe makkelijk ik het daarmee heb. En dat dat dus niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat zou ik echt wel een hele mooie stap zetten als we dus daarvan in de Kamer bewust zijn. Dus een land waarin plannen worden gemaakt, waarin niemand wordt vergeten en niemands Precies. behoeften even niet mee worden genomen. Dat zou ik mooi vinden. Dankjewel Marijke voor dit interview. Gefeliciteerd met de nominatie en we wensen jou heel veel succes in jouw laatste maanden in de Tweede Kamer en hopelijk in jouw nieuwe rol als burgemeester van Nieuwegein. En dan zou ik het erg leuk vinden als jullie langskomen om eens door te praten wat ik als burgemeester eventueel anders zou kunnen gaan doen. Dus dank voor dit interview in ieder geval. Wij beloven dat wij langskomen in Nieuwegein om daar een goed gesprek te hebben met een kop koffie over hoe we de neurodivergente mensen in Nieuwegein nog beter kunnen ondersteunen om een onderdeel te zijn van de maatschappij waar op die Daar manier verheug zit. ik me op. Ja, daar verheug ik me op. Dankjewel Dankjewel. Marijke, fijne dag. Fijne dag, dank. Thank you.